Niels, je bent nooit aangenomen voor je doelpunten, maar vandaag was je belangrijk, toch? Ja, dat mag je wel zeggen, denk ik. De 2-0 maken we dan. Ik dan in een fase waar Vitesse terugkwam in de wedstrijd. Waar wij een beetje het grip verloren op de wedstrijd. En daarmee was de wedstrijd natuurlijk wel gespeeld. En dat is heel fijn. Ik wilde net zeggen, ik zou bijna zeggen, hij viel net op tijd voor jullie, toch, die tweede? Ja, ideaal moment. Het is wel iets waar we het over moeten hebben, vind ik. Als je 1-0 voor staat thuis met een man meer, dan mag je zo'n wedstrijd niet uit handen laten glippen. En dat gebeurde even voor een paar minuten. Ik bedoel, Vitesse werd daar niet heel gevaarlijk uit. Maar ja, het kan dan wel een keer misgaan. En daarom heel belangrijk dat dan de 2-0 valt. En dan krijg je eigenlijk wat meer controle weer terug over de wedstrijd. En ja, je weet dat je de wedstrijd eigenlijk in handen hebt. Want waardoor komt die mindere fase er? Want dat is niet, neem ik aan, wat je geïnstrueerd krijgt in de rust als ploeg, wat de bedoeling is. Nee. Dat zie je natuurlijk wel vaker gebeuren. We hadden het nog in de rust over. Ploegen die een man minder dan spelen, die dan vaak beter in de wedstrijd komen. Beter spelen dan met 11 man, dat gebeurt heel vaak. En dat kreeg je vandaag ook weer te zien, dat ze veel energie eruit hebben getrokken. Ik vond dat we goed uit de rust kwamen. De eerste paar minuten al 1-2 halve kansjes hebben. Te slordig zijn richting goal dan. Dan had je hem misschien al af kunnen maken. En dan help je hun eigenlijk terug. Even wat slapjes in duels. Even een paar ballen die op eigen helft gewoon heel slecht gespeeld werden. Heel slordig. En dan creëer je zo'n gevoel wat niet lekker is. En daardoor geef je Vitesse dan even hoop. En dat mag natuurlijk niet. En tegelijkertijd, los van die fase, is het niet ook zo'n avond, zeker nadat die 2-0 valt, dat je denkt van deze is wel binnen, dit gaat niet meer fout? Ja, dat gevoel had je wel. Dat is ook wel eens lekker, hè, met zo'n druk programma, denk ik. Ja, jawel. Dat is wel fijn. Maar de 2-0 was natuurlijk wel nodig daarvoor. Ik vond dat we in de eerste helft al af hadden kunnen maken. Situaties met de penalty, maar ook uit het spel hadden we 2-3 mogelijkheden nog extra erbij. Maar ik denk van als we iets zuiniger zijn, iets meer overzicht houden, dan maken we hem al voor rust af. Dat gebeurde niet. Dat is een punt voor verbetering. Na die 2-0 komen er een aantal jongens in die minder minuten maken. Of in ieder geval graag een doelpunt willen maken. Het Sauner, Secour bijvoorbeeld ook. En Leijten die hem ook maakt. Dat moet je als aanvoerder ook goed doen. Dat je de gedrevenheid bij de jongens ziet die van de bank af komen vliegen op dat moment. Ja, heel belangrijk. Ik denk dat kan jou als team gewoon heel ver brengen in zo'n seizoen. Je moet de jongens gewoon, die moeten hongerig blijven. Ik weet dat het niet makkelijk is als je aan de zijkant staat of zit. En dan maar een paar minuutjes krijgt. En je wil je bewijzen in die paar minuten en dat is niet altijd makkelijk. Dus ben ik wel blij voor de jongens dat ze goed zijn ingevallen. Dat ze een goed signaal hebben afgegeven. En dan ook in persoon van Ryan ook nog een goal kunnen meepikken. Dat is gewoon fantastisch. Koelbloedig afronden, afgekeken van de aanvoerder, denk ik, hè? Ja, doet hij goed. Nee, ja, gewoon belangrijk. Ik denk dat we daarvan een paar momenten hadden. En ook het gedurende het seizoen al vaker gewoon zulke kansen hebben laten liggen. Dus dat is gewoon een heel goed signaal. En het geeft gewoon een goed gevoel dat we dan nu de kansen dan wel afmaken. Ja, want het is een tijdje geleden gezegd van ja, Roda moet een keer een serie gaan neerzetten om echt stappen te kunnen gaan maken. Heb je die serie nu ook wel te pakken als je kijkt naar de thuiswedstrijden? 5 op rij gewonnen, überhaupt 4-5 wedstrijden niet meer verloren. Dat gaat wel de goede richting op met jullie? Ja, dat gaat de goede richting op. Voelt dat ook zo voor jullie, los van de resultaten, zeg maar? Ja, je creëert natuurlijk als ploeg wel een goed gevoel. Maar het is wel zo dat we stappen willen zetten. En het voelt meer als een volgende stap en niet als een hele goede fase of iets. We willen stappen zetten en we hebben nog aardig wat stappen voor ons. Het is nu een beetje omgedraaid. Vorig jaar begonnen we hartstikke goed. En dat brengt je dan heel ver in zo'n seizoen. Nu is het meer van slecht begonnen, helemaal bij nul weer beginnen en dan stappen zetten. En ja, dit was vandaag weer een stap erbij. Maar we hebben aardig wat stappen nog voor ons en die willen we gewoon zeker ook doen. Ik zou bijna zeggen, op goed Duits, luft naar oben dan toch nog? Daar is nog luft naar oben, ja.